Op 2 november gedenken we al onze dierbare overledenen, in het bijzonder hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Alle zielen is een gedenkdag uit de Rooms-Katholieke traditie, waarop overledenen herdacht worden. Volgens overlevering wordt deze dag ooit in 998 in het leven geroepen door de Benedictijnen en kreeg het deze naam in de 13e eeuw. Dit om stil te staan en aandacht te geven aan de betekenis van het leven en hun eigen leven. Dit jaar krijgt alle zielenviering in Sint-Udrode een bijzonder slot door de lichtjesavond op het kerkhof. Dit wordt voorafgegaan met een viering in de Heilige Martinuskerk. Direct na deze viering begint de lichtjesavond. Zo komt de Rooise Parochie tegemoet op alle zielen een lichtrite aan te bieden. Tijdens de avondopenstelling van het kerkhof krijgen de bezoekers van de lichtjesavond een kaars aangereikt om deze te plaatsen op het graf van hun dierbaren. Voor deze gelegenheid is het kerkhof sfeervol verlicht en zijn heel veel kaarsjes en fakkels aangebracht. Het licht van een kaars, symbolisch voor troost, geborgenheid en geluk. Stemmige muziek wordt verzorgd door het koor Aurora en het ensemble van koperblazers. Want daar toon je ook dat overledenen en de kerkgangers nog één eenheid vormen. Ook voor de rouwverwerking is het goed om een plaats te hebben om naartoe te gaan, waar je ziet dat je met anderen in hetzelfde schuitje zit. Te luisteren naar muziek, een kop koffie te drinken of om stil te staan in gedachten bij een dierbare overledene te zijn. We vroegen Manon van den Broek en Beate van Woerkens om een mening over deze avond en voor wie hun een kaarsje op hebben gestoken. En ook mooi dat er zoveel mensen waren. Dat geeft ook de verbondenheid. Ja, iedereen heeft iemand verloren afgelopen jaren. En dan is zo'n lichtjesavond daarna is gewoon iets extra's wat daar heel goed op aansluit. Waar je je eigen gang kunt gaan. Zag je ook mensen, families gingen graven opzoeken. En ik vond dat heel fijn. Dat is een mooie combinatie. En het licht groeide steeds meer op het kerkhof. En er was gezang en muziek. Dat is toch niet altijd. Dat is prachtig, vond ik. Ja. Ja, ik ken natuurlijk wel meerdere mensen die afgelopen jaar overleden zijn. Maar ik heb mijn kaarsje neergezet bij José Sas. Die was hier ook pastoraal werkster. En ik zag haar graf en er stond nog geen lampje bij. Dus daar heb ik mijn lampje bij gezet. Heel mooi. Heel sfeervol. Ik zat zelf mee in de organisatie van deze lichtjesavond. Heel dankbaar om te doen. Dus wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Ik heb een kaarsje aangestoken voor mijn vader. Die is 3 januari dit jaar overleden. En moeilijke dag vandaag.